Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben net een ST'tje gemaakt en het leek me leuk om dat samen eventjes te bespreken. Dus we gaan eventjes kijken naar de toets. Dit is hem. Vanmorgen dus en vanmiddag eigenlijk. De wiskunde B, 12 vragen, 40 punten. Formuleblad met de gebruikelijke som- en verschilformules van de sinus en de cosinus. En de daaruit voortvloeiende verdubbelingsformules voor de sinus en de cosinus. En dan beginnen we met een sommetje over differentiëren en integreren. Gegevens de functie fx is 2 min x keer e tot de macht x. Bereken exacte coördinaten van het maximum van f. Oké, waarom niet? Dus de functie is fx is tussen haakjes 2 min x keer e tot de macht x. En als je het maximum van de functie zoekt, moet je hem natuurlijk differentiëren. En als je gaat differentiëren, moet je realiseren dat dit een product is. Maar dat weet u natuurlijk wel. Dus we gaan dit ding differentiëren. Dat geeft min 1. Dus dan krijg je min 1 keer e tot de macht x. Dan doen we plus. En dan gaan we die laten staan. 2 min x. En dan gaan we die e tot de macht x differentiëren. Maar e tot de macht x differentiëren geeft natuurlijk gewoon e tot de macht x. Die halen we dan buiten haakjes. En dan staat er min 1 plus 2 min x keer e tot de macht x. En dit kan je natuurlijk samenvatten als 1 min x keer e tot de macht x. Dus dat is een mooie afgeleide. Eigenlijk is het bijna dezelfde functie, alleen dit getal is eentje minder geworden. Dus dat is op zich wel grappig. Grappig dat die functie gewoon zo'n afgeleide heeft die er heel erg op lijkt. En dan zoeken we dus de top. Dus dan willen we weten wanneer de afgeleide 0 is. Dus dan krijg je 1 min x keer e tot de macht x is 0. Nou, e tot de macht x is geen 0. Hè, dit stuk is nooit 0. Dus we houden over 1 min x is 0. Dus x is 1. Dus kennelijk zit die top bij x is 1. Dus we hebben nu de x-coördinaat gevonden. En dan moeten we de y-coördinaat nog uitrekenen door die 1 in te vullen in de functie. Dus dan zeggen we, oké, de y-coördinaat is functie met 1 ingevuld. Is dus 2 min 1 keer e tot de macht 1 en dat is dus gewoon e. Dus 1, e. Hè? Dat mag je opschrijven, maar dat hoeft niet, want je hebt de coördinaten al gegeven. De x-coördinaat is 1 en de y-coördinaat is e. Oké, leuk. Nou, som 2. Vp is de oppervlakte van het vlak deel dat wordt ingestoten door de grafiek van f, de x-as en de lijn x is p, met p is kleiner dan 2 is iedere figuur. Toon met behulp van partiële integreren aan dat, dat hoofdletter fx gelijk is aan 3 min x e tot de macht x plus c. Een primitieve functie is van fx. Oké. Partiële integreren. Oké. Nou, hoe werkt dat ook alweer? Dus we hadden een functie. En die functie was een product. En partiële integreren betekent eigenlijk gewoon dat je één van de twee factoren van het product gaat primitiveren. En dan gaat hopen dat dat iets leuks oplevert. Wat je kan ombouwen tot tot de primitieve van het hele ding. Dus en je moest kijken naar, oké, wat wordt er makkelijker bij differentiëren, wat wordt er moeilijker bij primitiveren. Deze wordt makkelijker bij differentiëren en moeilijker bij primitiveren. Deze verandert niet voor moeilijkheid. Dus ik stel voor om deze dan de g-accent te noemen en deze f. En die accent betekent van, oké, deze moeten we nog gaan primitiveren en deze gaan we straks differentiëren. Hè. Wat regeltje was. Ik zal hem hierboven even schrijven. Dat eerste stuk is f keer g. En dan min de integraal van f accent keer g dx. Dat vullen we in. Nou, dus die f verandert niet. Dat is gewoon 2 min x. Die g die verandert ook niet. Want de primitieve van e tot de macht x is gewoon e tot de macht x. En die plus c doen we aan het eind wel. Min de integraal van f accent. De afgeleide van dit. Oh, dat is min 1. Keer die g. Maar dat was gewoon e tot de macht x. Oké. Dus dan krijg je 2 min x keer e tot de macht x. En dan plus de integraal van e tot de macht x. Maar ja, als je e tot de macht x integreert, krijg je gewoon e tot de macht x plus c. Dus je krijgt een extra e tot de macht x. Die haal je buiten haakjes. Op dezelfde manier dat we dat net hebben gedaan bij de afgeleide.
En dan betekent hier dus dat die 1, van 1 e tot de macht x, die komt erbij. Dus dan wordt het 3 min x keer e tot de macht x plus c. Oké, en dat hebben zij ook. Zie je dat? Dat is mooi. Oké, nou, maar die primitieve, die hebben we niet alleen gevraagd om het beste. Maar we hebben hem ook nodig bij de volgende vraag. En daar heb je die primitieve dus al. En het is mijn ervaring dat er altijd leerlingen zijn die zeggen van, oh, moet ik nu iets primitiveren? Dan ga ik het opnieuw doen. Maar dat hoeft niet, want die primitief is gegeven in de toets. Ook als je niet kan partieel integreren, om een of andere reden, heb je die primitieve gewoon ter beschikking. Ze zeggen, we willen weten voor welke waarde voor p geldt, dat vp min 1 min vp is e tot de macht p. He, dit, dat willen ze weten. Nou. Oké, nou, wat is vp min 1? Vp min 1 is de integraal van p min 1 tot dit snijpunt. En dat weten we eigenlijk nog niet. Dus we moeten heel even gaan kijken wanneer fx 0 is. Fx was 2 min x keer e tot de macht x. Hè? En we willen dat dit 0 is. Nou, dus een product met e tot de macht x moet 0 zijn. E tot de macht x is nooit 0. Hè? Dus x is 2. Dus inderdaad, het plekje waar die stopt hier, dat is inderdaad die 2. Het wordt ook wel gesuggereerd in de som, hè? Want ze zeggen van, kijk, die p moet kleiner zijn dan 2. Dus kennelijk gaat er iets mis bij 2. Maar je moet het wel even laten zien dat het 2 is. Er had ook kunnen staan dat p kleiner moest zijn dan 1,5. Why not? Dan kan het ook. Maar ja, dat zou gemeen zijn. Oké, dus vp min 1 is het integraal van p min 1 tot 2 van die functie f. Dus dat was 2 min x keer e tot de macht x. En die vp is de integraal van p tot 2 van 2 min x e tot de macht x. Nou, je kunt natuurlijk die beide integralen gaan uitrekenen, maar je kunt je ook iets anders realiseren. Kijk, en dan moet ik even een schetsje voor maken. We hebben hier die grafiek zo. En laten we zeggen dat dit p min 1 is en dit p. En ze willen eigenlijk dat je die hele oppervlakte, dus laat ik even de hele oppervlakte een beetje arceren zo. De hele oppervlakte willen ze. En daar moet je dan die geel gearceerde oppervlakte, dit is vp min 1, hè? En dan moet je die vp moet je van afhalen. Wat je dan over hebt is gewoon dit stukje. Dus we kunnen die vp min 1 min vp, die kunnen we schrijven als de integraal van p min 1 tot p van 2 min x keer e tot de macht x. En dat maakt de boel wat eenvoudiger. Maar ook als je gewoon dit uitrekt en van elkaar afhaalt, komt er natuurlijk hetzelfde uit. Oké, nou. Maar van deze functie is de primitieve gegeven, weet je nog? Dat was 3 min x keer e tot de macht x en die plus c, die vergeten we, want die valt toch weg als we die grenzen gaan invullen. Dus dan doen we hier van p min 1 tot p. En dan staat er dus 3 min p keer e tot de macht p. Min 3 min p min 1 keer e tot de macht p min 1. En we willen dat gelijk is aan e tot de macht p. Nou, is dit wat zij hebben? Ja, want die 3 min p e tot de macht p hebben ze. En dan die min. En dan hebben ze hier 4 min p. Maar dat is gewoon die min keer die min 1 wordt plus 1. Dus die 3 en die 1 samen, dat wordt 4. Dus we hebben het aangetoond. En dan als je dat wil dat ik daar een punt voor geef, dan moet je natuurlijk nog even zeggen van kijk, dit is 4 min p. Oké. En dan zeggen ze bij 4, som 4 lost deze vergelijking exact op. Oorspronkelijk was 3 en 4 was gewoon één som, maar dat vond ik een beetje zielig voor jullie. Dus ik heb hem gesplitst. Hoe los je deze vergelijking op? Want dat is nogal gemeen. Het moet exact, hè? En er zitten p's op de grond. Waar je mee even menigvuldigt, zit een p in de exponent. Dat ziet er een beetje kansloos uit. Maar niet getreurd. Kijk, elke factor hier, of elke term, deze, die en die, die heeft een factor e tot de macht p. We kunnen natuurlijk gewoon vermenigvuldigen met e tot de macht min p, of delen door e tot de macht p. En als je dat doet, dan staat er 3 min p min 4 min p keer e tot de macht min 1.
is gelijk aan 1. En nu zijn al die e's en die p in exponent zijn weg. Deze e heb je nog wel, maar dat is een constante. Dat is niet zo erg. En dit kunnen we dan misschien wel oplossen. Dit is eigenlijk gewoon een lineaire vergelijking. Kijk maar. Dit wordt 3 min p. Dit wordt min 4 e tot de macht min 1. Plus p e tot de macht min 1 is 1. Dan halen we even alles waar geen p in zit. Dan halen we even naar de andere kant. Dus dan staat er min p plus p e tot de macht min 1 is gelijk aan. Nou, dan hebben we dus die 1 en die 3. Dat moet van elkaar af. Dus dan heb je hier min 2 plus 4 keer e tot de macht min 1. Hier kan je de p buiten haakjes halen. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon min 1 plus e tot de macht min 1 keer p is die bagger die hier al stond. Zie je dat? En dan deel je door dat getalletje voor de p. Dus dan krijg je p is min 2 plus 4 keer e tot de macht min 1. Gedeeld door min 1 plus e tot de macht min 1. En dit ziet er natuurlijk niet super mooi uit. Dus je bent nu klaar. Maar je zou nog kunnen vermenigvuldigen met e tot de macht 1 boven en onder. Dan staat er min 2 e plus 4 en min e plus 1. En als je dan nog wat mooier wil maken, want realiseer je dat min e plus 1 is een negatief getal en min 2 e plus 4 is ook. Ja, dus als je alles nog een keer met min 1 vermenigvuldigt, dan staat er 2 e min 4 gedeeld door e min 1. En ja, dit vind ik mooier dan dit, maar dit is op zich al een goed exact antwoord natuurlijk. Oké, nou, dat is leuk. Even eens kijken. Oh, dat ging vast wel hard. Even kijken of ik dat hier ook heb. Zodat ik niet al te veel onzin in dit filmpje stop. Want dat leidt de komende jaren dan weer tot allemaal onduidelijkheid. Oké. Mooi. Nou, dan gaan we kijken naar een volgende som. Ebola. Ja, laten we het dus niet over corona hebben. En ze zeggen besmettelijke ziekte en vleermuizen die hebben het misschien gedaan, stout. Het aantal besmette personen nam gedurende de eerste 3 maanden per dag met 2,7% toe. Bereken algebraisch de verdubbelingstijd rond af op gehele dagen. Hey, dit is eigenlijk de wiskunde A-som. Die hadden we ook in het wiskunde AST kunnen doen. Verdubbelingstijd, zo dat ook alweer. Nou, er was een toename van 2,7% per dag. En dat betekent dat de groeifactor is 1,027. En die doen we dan tot de macht aantal dagen. En dan willen we dat het een verdubbeling oplevert. Dus dan moet er 2 uitkomen. Die t die bereken je dus met een logaritme. Het moet algebraisch, dus het moet met een logaritme. Je mag het niet kalk-intersecten. Dus dat is 1,027 log 2. Nou, deze rekenmachine heeft... Ik doe het even met deze rekenmachine, want volgend jaar zijn er meer mensen met deze, als het goed is. En die zien dan hoe dat met hun rekenmachine gaat. Jullie weten dat toch wel hoe het met jullie rekenmachine gaat, toch? Dus hier, log base, met onderin je grondtal, onder de grond, hè, dat is bij jullie ook. En dan heb je aan de binnenkant van de log 2. En dan kom je uit op 26,07. 0,17 nog wat. Dus rond afgegeven dagen, dus 26 dagen. Oké. Dat is leuk. Dan, op 1 juli 2014 waren er 89 mensen besmet. Dat is niet zo mooi. Bereken algebraisch op welke dag na 1 juli 2014 voor het eerst meer dan 100.000 mensen besmet waren. Geef de datum als antwoord. Oké. Ja, nou, dus dan moeten we gaan kijken. 980 keer 1,027 tot de macht t is 10.000. Laten we even aannemen dat iedereen die besmet is nog lang genoeg blijft leven om mee te tellen voor het aantal besmettingen.
Of dat het niet uitmaakt. Dat, nou ja, in ieder geval. Dan gaan we die T berekenen. Dus dan zeggen we van nou 1,027 tot de macht T is 10.000 gedeeld door die 980. En dan kunnen we T berekenen. En dat is dan weer ja, wat we hier deden gewoon. Maar dan met een ander getal. Dus 1,027 log 10.000 gedeeld door 980. Oké. Weet je wat? We kunnen deze kopiëren. Zo. En dan gaan we op de plek van die 2 zetten we gewoon het nieuwe getal. Dus 10.000 gedeeld door 980. En dat is 87,18. Ja, nou, en dan is het de vraag van welke datum is dat nou? Nou, dat is een beetje leerlingpesten. Maar oké, kijk. Hier hebben we juli. En het is bijna 90 dagen, dus volgens mij hebben we gewoon alle drie de maanden nodig. Dus we hebben juli, augustus en september. Oké, nou, T is 0, dat is het begin van 1 juli. En T is 1, is het eind van 1 juli. Dus deze hele dag is 1 juli. En aan het eind van juli heb je dat ook. Juli heeft 31 dagen, dus dan hebben we hier 31 en hier 30. En als T dan tussen 30 en 31 zit, dan hoort dat bij 31 juli. Dus nou, dan heb je in augustus nog een keer zoiets. Dan heb je 1 augustus en dat loopt van 31 tot 32. En dan kan je doorrekenen naar 30 augustus. En als je dat doet, dan moet je dus... Ik heb een hekel aan deze berekeningen. Wat had ik hier opgeschreven? Oh nee, augustus had ook 31 dagen. Oké. Ja, inderdaad. Goed. Dus dat betekent dat als je hier 30 stapjes neemt, dan kom je hier uit bij 62. En dat betekent dat als T zit tussen 62 en 63, dan is het 1 september. Maar we moeten naar die 87. Dus we moeten vanaf die 63 moeten we nog 24 dagen verder. Dus dan doen we hier 24. Jullie hebben dit vast op een handigere manier gedaan. Dus bij 87, dat gaan 24 dagen bij, dan wordt dit dus 25 september. Maar we zitten tussen de 87 en de 88, dus dan is het 26 september. Dus, nou, wees blij dat er in dat laatste stuk maar één punt zat. Dus als je dit had gedaan, had je al twee punten. Maar ja, een beetje vervelend. Vervelende vraag. Nou, nu komt er dan een leuke vraag. Afgeknotte kegel. Een vlakdeel VP wordt ingestoten door de lijn I is een half x wortel 2. De x-as en de lijn x is 1, x is p met p is groter dan 1, zie de figuur. Aha, dat is een lijn dus gewoon. En dan zeggen ze van ja, als je dat gaat wentelen, krijg je een afgeknotte kegel. Dus laten we even kijken of we dat kunnen begrijpen. Dus hier is x-as, hier is de y-as. Dus een lijn door de oorsprong met richtingscoëfficiënt een half wortel 2x. Oké. En dan hebben we hier een grens, dat is 1. Hier een grens, dat is p. En dit gebied, ja, als je dit gebied gaat wentelen en je zet het rechtop, dan krijg je inderdaad een kegel zonder bovenkant. En dat heet een afgeknotte kegel. En dan zeggen ze, bereken exact met integreren van welke p de inhoud van kp de kegel gelijk is aan 4⅓ pi. Oh, oké. Dus dat moet met een omwentelingsfiguur. Dus dan gaan we zeggen, de inhoud van de kegel is gelijk aan pi keer de integraal van 1 tot p van die functie in het kwadraat. Oh, ik heb hier een x bijgeschreven. De richtingscoëfficiënt zit natuurlijk geen x in. De functie heeft een x. Dus we moeten het kwadraat berekenen van een half wortel 2. Nee,
niet x. Een half wordt 2. X. Oké, in het kwadraat. Dus dat kunnen we wel. Want een half wortel 2. Kijk, een half wortel 2. Dat was gewoon 1 gedeelde wortel 2, toch? En als je dat kwadrateert, wordt het dus gewoon een half. Dus er staat hier pi keer de integraal van 1 tot p van een half x kwadraat. Nou, een half x kwadraat kunnen we wel primitiveren. Dus dat wordt dan 1 zesde x tot de derde. En dan van 1 tot p. En dan moeten we die p en die 1 gaan zitten invullen. Dus dan krijgen we, dit is gelijk aan pi keer 1 zesde keer p tot de derde min 1 zesde. En we willen dat dit gelijk is aan die 4 1 derde pi. Oké, nou, je ziet meteen dat je die pi, die kan je wel wegstrepen. Dus dat gaan we natuurlijk doen, want we hebben helemaal geen behoefte aan zo'n pi. Dus dan de vergelijking die we moeten oplossen is 1 zesde p tot de derde min een zesde is 4 1 derde. Oké, nou, dan gaan we die min 1 zesde even naar de andere kant brengen. En dan gaan we nadenken van wat was ook weer een derde plus een zesde. Een derde, dat kan je schrijven als 2 zesde. Dus een derde plus een zesde is gewoon een half. Dus hier staat 1 zesde p tot de derde is 4 een half. Maar p tot de derde is dan 6 keer die 4,5. Ofwel 3 keer 9 is 27. En dat geeft p is de derde machtse wortel van 27. En dat is 3. Dus dat is een mooi antwoord. Oké, dus de redelijk recht toe recht aan som eigenlijk. Dat is ook wel eens fijn. Aha, de harmonische trilling. Het punt P voert een harmonische trilling uit die beschreven wordt door de formule U is 7 keer de sinus van 40 pi t min 3 vijfde pi. U is in centimeter en t is in seconde. En dan zeggen ze bij som 8 berekende frequentie van P. Oké. Kijk, die C. Hè? De C was het getalletje voor de t. Dat was 40 pi t. 40 pi zonder de t. Dus de periode, en in de natuurkunde heet dat ook wel trillingstijd, is 1 gedeeld of 2 pi gedeeld door die c. Weet je wel? 2 pi gedeeld door c, dat was de periode. Dat heb je geleerd. Dus dit is 1 twintigste. En t is in seconde, hè, dus dit is in seconde. De frequentie is 1 gedeeld door de periode. En zoals de natuurkundigen het kennen, 1 gedeeld door de trillingstijd. Dus het is 1 gedeeld door 1 gedeeld door 20 is 20. En dan krijg je ook gedeeld door seconde. En dan natuurkundigen weten dan dat het hertz is. Maar dat is niet zo belangrijk. De frequentie is 20. Ja? Nou, dat kreeg je 2 punten voor. Dat was mooi. Bij som 9 zeggen ze berekenen hoeveel kilometer het punt P aflegt in 1 uur. In 1 uur. In een kilometer in een uur. Wat is dit? Oké. Nou. Laten we eerst kijken wat er gebeurt per trilling. Als je kijkt naar een hele trilling, kijk, dat punt gaat omhoog. Dat punt gaat naar beneden. Dat punt gaat verder naar beneden. En dan gaat hij weer omhoog. En elk stukje is 7 centimeter. Dus per trilling doet dat ding 4 keer 7 centimeter is 28 centimeter. Maar ja, hoeveel trillingen doet dat ding in een uur? We hebben 20 trillingen per seconde, toch? Dus 20 per seconde. Dus hoeveel is dat dan per minuut? Nou, dan moet ik keer 60 doen. Dus 20 keer 60. Die vermenigvuldiging kan je natuurlijk ook in één keer doen. Hè? Maar ik wil proberen om het een beetje inzichtelijk te houden voor de mensen die dat niet automatisch doen. Dus per minuut. Oké. En dan moet je het nog een keer 60 doen om te weten wat het per uur is. Dat is 72.000 per uur.
Nou, en dan ga je nu het aantal trillingen wat je in een uur hebt vermenigvuldigen met die 28 centimeter. Dus dan krijg je 28 keer 72.000 is een getal, namelijk 2 miljoen. Dit is nog geen komma, hè? 2.016.000 centimeter. Oké, en als je dan van centimeter naar kilometer wil, want we zeggen hier hoeveel kilometer legt de punt af in een uur, dan moet je de komma nog 5 stapjes verplaatsen, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat is 20,16 kilometer. Dat is best wel veel. Oké, 10. Bereken algebraisch de maximale snelheid van punt P in meter per seconde in 1 decimaal nauwkeurig. Snelheid, wat is nou die snelheid? Nou, die u is een functie van t. He, dus als we de snelheid willen weten, moeten we gaan differentiëren. Dus we gaan kijken naar de afgeleide van die functie. Oké, schrijf hem even op. Dus het is 7 keer de sinus van 40 pi t. Min 3/5 pi. Oké, hoe werkt dat ook alweer? Een sinus differentiëren, dat weten jullie wel. Afgeleide van de sinus is de cosinus. Maar hoe differentiëer je dan de sinus van iets? Nou, de sinus van iets differentiëer je net als de sinus. Dat wordt gewoon de cosinus van iets. Maar omdat het iets is, moet je nog vermenigvuldigen met de afgeleide van iets. Dus die afgeleide van die u, hè, die 7 blijft sowieso staan. Dat is de constante waar je mee vermenigvuldigt. Dan krijg je de cosinus van 40 pi t min 3 vijfde pi. Keer de afgeleide van de binnenkant. En de afgeleide van de binnenkant is gewoon 40 pi. Dus die snelheid is 280 pi keer de cosinus van 40 pi t min 3 vijfde pi. Maar ze vragen de maximale snelheid. En kijk, die cosinus, dit deel, dit zit altijd tussen min 1 en 1. Dus die snelheid is maximaal als die cosinus gelijk is aan 1. Dus de maximale snelheid is 280 pi. Je kan natuurlijk nog een keer differentiëren en de afgeleide gelijk aan 0 stellen. En dan kom je ook tot dezelfde conclusie. Maar je kan ook gewoon zeggen, kijk, die cosinus is maximaal 1. Dus de maximale snelheid is 280 pi. En dan moet je de eenheden pakken van de oorspronkelijke functie. Dus u is in centimeter en t is in seconde. Dus dat is centimeter per seconde. En dat is leuk, maar ze willen het in meter per seconde hebben. Dus dan moeten we die centimeters nog even omrekenen naar meters. En dan moet je dus door 100 delen. Hè? Want 280 pi centimeter is 2,8 pi meter. Dus 2,8 pi meter per seconde. En dan willen ze het graag op 1 decimaal. Dus ja, dan moet je eigenlijk wel even die pi vermenigvuldigen. Dus dan krijg je 2,8 keer pi. Nou, waar zit pi op deze rekenmachine? Ik neem aan dat hij er wel op zit. Anders ga ik hem zoeken in het menu. Nou, hier. 2,8 pi is 8,8 hè, op 1 decimaal meter per seconde. Oké, goed. Nou, dan zal het nu gewoon een keer zo'n beetje afgelopen zijn. Maar nee, we hebben nog een Sangaku, een Japanse stelling, zeg maar. Gegeven is het parallelogram OABC met A is x, y, c is 0, z. We nemen aan dat I is groter dan 0, z is kleiner dan 0. Zet de vierkanten op de zijde van het in de figuur grijs getekende parallelogram. In de nieuwe punten noemen we d tot en met k. De middens van de vierkanten noemen we p tot en met r. Het midden van een vierkant is het snijpunt van de diagonale. Ja, het midden van de vierkant is het snijpunt van de diagonale. Maar omdat het een beetje een puinhoop zou worden, hebben we alleen bij O, F, G, A die diagonale getekend. En dit is de situatie die omschreven is in de tekst. Het lijkt wel of die PQRS een vierkant is. Nou, dat blijkt zo te zijn. Zeggen,
in het bewijs dat PQ ergens een vierkant is, wordt gebruik gemaakt van dat vector PQ is de rechtsgedraaide versie van vector QR. Er geldt... er geldt dat vector A is XI en vector C is Z0. Nou, dat volgt eigenlijk gewoon uit de gegevens, hè. Vector A is de vector van O naar A, dus dat zijn feitelijk de coördinaten van A, maar dan als kentallen opgeschreven in een vector. En vector C is dan Z0, want dat waren de coördinaten van C. De vector Q kan als volgt worden berekend. Even kijken, hier. Vector Q, dat is vector OQ, deze. Dan zeggen ze dat is de helft van vector A. Kijk hier. Vector A en vector A rechts gedraaid. Als ik vector A naar rechts draai, krijg ik vector F. Dus ja, dat klopt wel. Nou, dit hebben we gewoon gegeven om jullie te helpen. Van, weet je nog hoe het ging met die vectoren? Dan zeggen ze hier, ja, ook kan je aantonen dat vector P is een half ZZ. En vector R is een half keer 2X plus Z, 2I min Z. Laat zien dat de gegeven uitdrukkingen voor P en Q correct zijn. Okay, dus hey, je krijgt alles cadeau hier. Je hoeft alleen maar te laten zien dat het correct is. Nou laten we beginnen met P. P was het midden van dit vierkant. Zie je dat? En P is bijvoorbeeld het midden tussen vector C en vector E. Dus dat schrijven we even op. Vector P is het midden. En het midden was een half keer de ene vector plus de andere vector. Vector C en vector E. Maar vector E, die hangt natuurlijk samen met vector C. Vector E is gewoon de links gedraaide versie van vector C. Dus we kunnen hier ook van maken een half keer vector C plus de links gedraaide versie van vector C. Oké, maar vector C kennen we. Vector staat gegeven in de som, hè. Vector C is Z0. En de links gedraaide versie is 0Z. Boven moet een min, maar omdat het nuls is, zie je dat niet. Dus inderdaad, vector P is een half keer vector ZZ. Hè, waarom zetten we die halve niet in? Nou, dat komt mooier uit straks als je die halve voor laat staan. Dus daarom doen we dat, om jullie te helpen. Nou, vector R, dat is iets bewerkelijker, want dat zit helemaal niet bij de oorsprong. Zie je dat? Die vector Q en die vector P, die beginnen gewoon netjes in de oorsprong. Als in de diagonaal begint daar ook. Maar die vector R, dat zit ergens hier. Dus ik denk dat als je vector R wil berekenen, dat je bijvoorbeeld moet gaan kijken naar vector A en vector I. En daar dan het midden van berekenen. Dus dat gaan we even opschrijven, dat we dat willen. Vector R is de helft van vector A en vector I. Nou, vector A kennen we en vector I, daar moeten we nog even over nadenken. Dus we laten die vector A gewoon even staan en zeggen vector I. Wat is vector I? Nou, vector I kan je bereiken door bijvoorbeeld eerst van O naar A te gaan. Dus dan ben je in A. En als je dan in A bent, dan kan je bijvoorbeeld van A naar H gaan. Dus dan kan je zo doen. En als je dan in H bent, dan kan je van H naar I gaan. En dan zeg je, ja maar meneer, dat is leuk, maar ik ken die hele vectoren niet. Maar die ken je wel, want dit is een parallelogram. Dat betekent dat OC en AB zijn even lang en ze gaan dezelfde kant op. Dus bijvoorbeeld vector OC is hetzelfde als vector AB en is hetzelfde als vector HI. Dus deze vector, dat is gewoon vector C. En die vector AH, ja dat is vector C, maar dan naar rechts gedraaid. Dus dit is C naar rechts gedraaid. Oké, nou, dus dit kunnen we even invullen. Dus die vector A, die gaan we eventjes uitschrijven in termen van zijn kentallen. Dat was x en y. Dan hebben we hier nog een keer vector A met zijn kentallen x, y. En dan hebben we hier die AH. Dat was vector C naar rechts gedraaid. Nou, vector C was dit toch?
En als we vector C naar rechts draaien, dan gaat de Z de 0 gaan we verwisselen. En aan de onderkant komt een minteken. Dus dan krijg je dit. 0 min Z. En vector C is gewoon Z0. Dus dat is die. Nou, dit kunnen we gewoon optellen. Dus die half blijft lekker staan. Dat hebben ze in het voorbeeld ook. Dus ik heb hier x plus 0 plus Z. Dat is 2x plus Z. En die andere wordt I plus I min Z. Dus dat wordt 2i min Z. En dan zeg je, ja maar meneer, waarom haal je die half er niet gewoon naar binnen? Want dan ben je van die stomme 2 af. Dat is waar, dan ben je van die stomme 2 af. Maar dan krijg je hier een half in het klein gepriegeld en hier ook. Dus ik denk dat het leesbaarder is om die half er gewoon voor te laten staan. Nou, we hebben som 11 gedaan. En nu moeten we som 12 nog doen. Bereken PQ en QR en laat zien. PQ is de rechtsgedraaide versie van QR. Oké. Nou, kijk. PQ, vector PQ, is vector Q min vector P. Vector Q is gegeven. Dat was een half keer x plus i en i min x. En die vector P, die was ook gegeven. Hè? Dat was een half keer zz. Dus als we dit uitrekenen, die half halen we gewoon buiten haakjes. Dan krijgen we hierboven x plus i min z. En onder krijgen we i min x min z. Oké, dat is vector PQ. En dan willen ze ook vector QR. Nou, vector QR, dat is vector R min vector Q. Nou, die vector R, dat was een half keer 2x plus z. En 2i min z. Dat hebben we net zelf uitgerekend. En die vector Q, dat was die... Ook iets met een hoop zooi erin. Met een x plus i en een i min x. Oké. Goed. Nou, die halve halen we weer buiten haakjes. En dan kunnen we de binnenkanten gewoon optellen. Dan krijg je dus 2x min x. Dat is x. Je krijgt dan hier een... wat betreft de i, krijg je een min i. En dan heb je ook nog hier een z. En aan de onderkant krijg je een 2i min i. Dat is gewoon i. Je krijgt een min min x, dat is plus x. En we hebben hier een min z. Oké. En nu moeten we nog laten zien dat als we QR naar rechts draaien, dat we PQ krijgen. Dus QR draaien we naar rechts. Nou, naar rechts draaien betekent dat je de dingen verwisselt. En dat je aan de bovenkant, dat je aan de onderkant een minteken zet. Dus dan krijg je hier i plus x min z. En aan de onderkant krijg je dan min x plus i min z. Nou, is dat PQ? X plus i min z, ja dat is goed. En i en met de x en de z allebei een minteken. Ja, hoera. Dat is inderdaad PQ. Nou, en dit is een belangrijke stap in het bewijs dat je een vierkant hebt. Als je nog even de symmetrie erbij haalt, dan verder. En dat was som 12 dit. Oké. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke stee vonden. Dan gaan we even afsluiten. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.